dan. Mobiele Media Lab, Ed, wat houdt dat in? Het Mobiele Media Lab, dat is een prachtige truck met oplegger waar wij onderzoek doen naar onze communicatieproducten van de politie. Dat is dus bijvoorbeeld politie.nl, dat kan zijn de politie-app, het kan zijn social media die we inzetten. En al die middelen die willen we continu verbeteren. En daarvoor zoeken we de mensen op in de wijken en we zoeken de jeugd op scholen. En we laten ze meedenken om die producten te verbeteren. Nou, en vandaag staan we in Veldhoven op de 112-dag en vragen we mensen om mee te denken met de politie Veldhoven. En wat kunnen ze hier dan doen? De mensen kunnen hier een enquête invullen in de truck. Dan kunnen ze anoniem hun mening geven over de politie Veldhoven. Ze kunnen aangeven welke wijk ze wonen en wat de politie in 2016 moet gaan aanpakken in hun wijk. En wat gaat er dan gebeuren met die gegevens? Die gegevens worden geanalyseerd door het wijkteam hier in Veldhoven en die worden meegenomen ter verbetering van punt 1 het functioneren van de politie Veldhoven. Ook de communicatie kan altijd beter, daar verwachten we ook tips van. Scouting Sint Aloysius is er vandaag ook en die komen meehelpen op de 112-dag. Julia, wat ga jij doen? Ik ga bij het springkussen meehelpen en dan moet ik eigenlijk gewoon kleine kindjes helpen met schoenen uitdoen en veterstrik of zo. Oh, leuk! En jij, Noor, wat ga jij doen? Ik wil eigenlijk heel graag bij het springkussen meehelpen. Yeah! Geregeld voor vandaag. Jij bent rapid responder. Wat houdt dat precies in? Dat ik als verpleegkundige door de meldkamer uitgestuurd kan worden als ambulanceverpleegkundige naar incidenten waarbij de patiënt in principe niet vervoerd gaat worden. Of waarvan de meldkamer denkt dat die niet vervoerd gaat worden. Als het nog vervoer moet komen, komt er een ambulance en die neemt de patiënt dan mee naar het ziekenhuis. Oké, dus jij gaat in principe eerst en daarna komt er pas een ambulance dan? Of worden jullie gezamenlijk op pad gestuurd? Soms gezamenlijk, ligt een beetje aan de inzet. En in principe wordt er gewoon ingezet als gewoon een ambulance. Dus als ik dichtbij ben, word ik gestuurd. En wat zijn je handelen voornamelijk? Alle handelingen die ook een auto kan. Het enige wat ik niet kan, is vervoeren. Oké, nou dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik zal inloggen. Wat doet Rijkswaterstaat op de 112-dag in Veldhoven? Ja, eigenlijk Rijkswaterstaat doet hetzelfde als wat de brandweer, ambulance doet en de politie en alle hulpdiensten. Wij verzorgen ook de mensen hier wel met calamiteiten, incidenten op de autosnelweg. En is er iets, is een melding, komt er binnen. Nou, die krijgen wij dan en dan gaan we zo snel mogelijk naartoe. Om te kunnen kijken in verband met veiligheid en doorstroming. Mag ik de microfoon geven aan de burgemeester Jack Meggers? Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Mooi dat u er allemaal bent. Mooi dat de partners van veiligheid er zijn. De politie, de brandweer, EHBO, ambulances, buurpreventie, buurbemiddeling, de gemeente. We zijn allemaal samen om de veiligheid in Veldhoven optimaal te houden. Want het begint bij veiligheid en als mensen zich veilig voelen, dan is het ook makkelijker om de leefbaarheid in de wijken op een goede manier te organiseren. Samen doen we dat. Dat betekent dat we ook u als burger nodig hebben om die veiligheid te garanderen. Hou ogen en oren open. Kijk in de buurt wat u ziet en ziet u soms iets opvallends, meld het. Meld het aan elkaar in de buurt, maar meld het ook aan de politie, de wijkagent of de mensen die een rol kunnen spelen op het gebied van veiligheid. Vandaag hier in het citycentrum, ik ben blij dat de winkeliers in het citycentrum alle energie de afgelopen jaren ook ingezet hebben om de veiligheid in het city op een goede manier te garanderen. Daarmee voorkom je nog steeds niet, je hebt het allemaal kunnen lezen afgelopen week, een inbraak bij een juwelier
En je ziet meteen in het artikel hoeveel impact dat heeft op een ondernemer. Samen maken we de veiligheid beter en ik hoop dan ook dat dit soort zaken die afgelopen week in de krant staan niet meer zoveel zullen voorkomen. Ik vind het een eer om vandaag allemaal met elkaar aanwezig te zijn en laten wij dit jaar zorgen dat we veiligheid, dat de Veldhoven nog veiliger maken. De dag van de veiligheid hier in de week van de veiligheid, de 112 dag, is hiermee geopend. Dankjewel. Daar gaat u, onze Jasper, onze eigen cameraman. Ja, het is eigenlijk net als als je in een achtbaan zit en over de kop gaat. Alleen dan blijft die druk maar op je hoofd zitten. De verbindingsdienst van het Rode Kruis, kun je ons vertellen wat het inhoudt? De verbindingsdienst van het Rode Kruis het is een ondersteunende dienst aan de afdelingen. Bij evenementen, grootschalig inzetten voor extra mensen, apparatuur, kennis om de communicatie gedurende die tijd goed te laten verlopen. Ja. Ik zie hier allerlei schermen staan. Kun je een beetje vertellen hoe dat het dan in zijn werking gaat? Alle berichten die we binnenkrijgen proberen we te loggen. Nou, dit is nog een logging van een inzet die we recent in Roermond gedraaid hebben. Dus alle berichten die we binnenkrijgen, die worden in dit systeem vastgelegd. Goed te laten. En het wordt landelijk gecoördineerd. Kun je een beetje vanuit waar jullie naartoe gaan? Of hoe gaat dat in zijn werk? Nee, we zijn regionaal gecoördineerd. We te loggen. We vallen onder de verbindingsdienst regio Zuidoost, dat is Brabant en Limburg samen. We hebben één verbindingsdienst. Coördineert. Gaan of gaat. We zijn onder het Zuidoost, dat is Brabant. Je komt. Waarom heeft het hier nou opgezet? Nou, omdat ik het heel belangrijk vind dat jonge kinderen vroeg leren omgaan met verkeersveiligheid. Heel belangrijk vind dat jonge. Ja, en dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Zeker weten, want als al die kleine kinderen straks nog groter willen worden, ja, dan komen ze heel veel gevaren op de weg tegen. Veiligheid. Hier een beetje leert. En hier is net een spelletje. En als het hier. Ja, en even game over, en dat weet je wel wat het is, denk ik, hè? Ja. Als dat al die weet kleine, ik zeker. Nou, als hier game over is, dan gaan we er even naartoe. Weg tegen. Kinderen misschien een klein pleistertje plakken en dan mogen ze weer verder. Want het is een 112. Duidelijkheid. Wat we vooral niet willen, is veel politie, brandweer en ambulance op straat als er een ongeluk gebeurt. Weet je wel? Dat willen we zeker niet. En daarom ben ik hier en met alle kinderen hier uit Veldhoven wil ik ze verkeersveiligheid bijbrengen. En waarom met alleen maar voor zulke kleine fietsjes? Waarom niet met grotere fietsen of autootjes of dat soort dingen? Ik ben begonnen met trapauto's, maar op een gegeven moment gingen er zoveel kinderen met skelters en trapauto's rondrijden. Of ze gaan met kaffie. Is veel politie. En waarom, waarom niet met trapauto's? Omdat er dan ook ongelukken gebeuren. Want er zijn dan heel veel kinderen die gaan hard rijden. En je ziet hier gewoon, verkeer is een spelletje. Maar kijk maar even. Ze gaan steeds rondrijden. Het zijn net echte mensen. Is veel politie. Niet met trap.
En natuurlijk ook zou ik net een paar die allemaal de pionnetjes omstoten. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee, maar ja, er gebeuren soms rare dingen in het verkeer. Vooral met kleinere kinderen. Ja. Nou, maar ik denk dat er ook wel wat grotere kinderen zijn. Die misschien al op de straat gaan whatsappen of weet dat? Met zo'n, natuurlijk ook niet de bedoeling. Ja, berichten, bellen, sms'en. Dat doe je denk ik ook wel eens, of niet? Nou, ik heb het nog nooit gedaan. Ik doe altijd heel erg fijn met het verkeer. Alleen vergeet ik soms wel een keer om mijn vinger uit te steken. Maar dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Nou, wat je in ieder geval moet doen is opletten in het verkeer. En hoe meer je met andere dingen bezig bent, hoe moeilijker en gevaarlijker dat is. Dus denk eraan. Zorg ervoor dat je veilig in het verkeer bezig bent. En hier zijn ze gewoon aan het oefenen. Hoe moet je dit nou reanimeren? Nou, reanimeren doen we eigenlijk als iemand onwel wordt en niet meer ademt. Dan gaan wij beginnen met 30 keer pompen en 2 keer beademen. Ik zal het je even laten zien. Dat is goed. Eigenlijk, als je dus niet meer ademt, dan gaan wij onze hand plaatsen midden op de borstkast en dan drukken we hem 30 keer in. Oké. Okay. En waarom moet het dat 30 keer drukken? Nou, onder het hart, onder het borstbeen, daar zit het hart. Dan pompen wij dat zuurstof wat in het hart zit, pompen wij naar de hersenen. Na de 30 moet je 2 keer beademen geven. Want je moet natuurlijk ook nog zuurstof krijgen naar de hersenen. Dat doen wij met hand op het voorhoofd, neus dichtknijpen en je mond over de mond van het slachtoffer. En dan blazen. Zo blaas je lucht in de longen. Na die 2 keer ga je gelijk weer beginnen met 30 keer pompen. En die doe je net zo lang totdat de ambulance er is. Ik zie ook een AED liggen. Wat moeten we daarmee doen? Nou, bij een reanimatie gebruiken we ook altijd de AED. Omdat bij een reanimatie de AED enorm helpt. En de AED geeft een stroomstootje door het hart, waardoor hij weer gaat werken. En dat werkt heel goed, want ze zijn er steeds meer in Nederland en het werkt perfect. Ik zal het even laten zien. Dat is goed. Op het moment dat je hem opendoet, begint hij te praten. Dan plak je 2 stickers. Eentje hier aan de bovenkant tussen de sleutelbeen en de tepel. En 1 aan de zijkant. Ja, waardoor een schok kan geven door het hart. En hoe werkt dat dan? Nou, dan gaat hij kijken of er iets is in het hart. En dan hoor je wat hij zegt. Je mag hem nu niet aanraken. En eventueel geeft hij zo direct de schok. We staan hier in de vluchtruimte. Hè. Jasper is onze aangewezen vrijwilliger om dadelijk het vluchtspel te gaan doen. Wat is de bedoeling hiervan? Nou, het is zo dat als het eenmaal brandt in je huis, dan heb je eigenlijk nog 2 minuten om veilig buiten te komen. Dat weten veel mensen niet. Maar ja, dan is het natuurlijk wel eventjes handig als je dat een keer oefent. Dus we proberen hier alvast een oefeningetje te doen. Het lijkt allemaal heel makkelijk hè, om hier naar buiten te komen. Maar we doen dan een blinddoekje om. En dan mag hij proberen of het ook zo makkelijk is als je niks ziet. Want als het natuurlijk brand is, dan zie je ook niks omdat er rook is. Ja. We hebben hier natuurlijk geen echte brand, hè? Daarom heb je natuurlijk die verduisteringsbril. Want zie je ook echt niks meer dan als de brand is? Nou, als je zo rechtop blijft lopen, dan zie je meestal niks. Want die rook die gaat eerst naar het plafond, maar dan langzaam maar zeker vult de ruimte zich en dan komt die steeds meer naar beneden. Dus je moet erop rekenen, als je in 2 minuten naar buiten wil vluchten, hè, dat je best wel eens in een situatie zou kunnen komen, dat je nog je adem moet inhouden en zonder te zien naar buiten moet kunnen rennen. Als je geluk hebt, word je wakker. Je hebt prikkende ogen, een geïrriteerde keel. Je luchtpijp en je longen branden. Je hoest nog eens. Je hoest de longen uit je lijf. Je snakt naar adem. De zuurstof in de kamer lijkt te zijn verdwenen. Je hersenen zijn bedwelmd. Je bent gedesoriënteerd. Je strompelt. Waar is de uitgang? Je weet niets meer. De cellen in je lichaam kunnen niet meer functioneren. De hitte verbrandt je van binnenuit. Van mond tot stembanden. Je stikt.
Dit proces voltrekt zich binnen een halve minuut. Nou, heel goed, Jasper. De Rode Kruispost met achter ons de veldbedden. Wat doen jullie hier vandaag? Wat willen jullie ons bijbrengen? Nou, we willen in ieder geval wat meer bekendheid geven aan het werk wat Rode Kruis in Nederland doet. Vaak als ik mensen voorbij zie komen en ik vraag van, ken je het Rode Kruis en waar ken je dat van? Dan is het vaak vanuit het buitenland, alle activiteiten die zij doen in de hulp in het buitenland. Als ik vraag naar wat hier in Nederland gebeurt, dan is natuurlijk de vluchtelingenhulp wat nu erg actueel is. Natuurlijk de noodbedden die we hier hebben staan. En dat zijn ook noodbedden zoals die in Dommelen staan in de opvanglocatie. Dat is een van de activiteiten die we doen. Maar we zijn natuurlijk nog veel meer als alleen maar voor noodophulp. Morgen is bijvoorbeeld de marathon in Eindhoven. Dan zullen er ook vrijwilligers van de EHBO Eindhoven of van het Rode Kruis daar actief zijn. Maar er zijn een veelheid aan activiteiten die we doen. Je wil alle mensen in nood helpen. En dat is ons uitgangspunt. Dus verder enige politieke discussies en zo, daar nemen wij geen standpunt in. We blijven daar onafhankelijk in en gewoon los van waar iemand vandaan komt, van welk geloof, ras of land iemand komt. Iemand in nood wordt, kan door het Rode Kruis geholpen worden. Naast mij de mannen van de Koninklijke Nederlandse Politiehondvereniging met twee honden. Jullie gaan dadelijk hier een demonstratie geven. Wat voor demonstratie gaan jullie geven? Wij gaan vandaag laten zien wat het programma is voor de politiehond, hoe wij ze africhten. En we hebben ook een hondje bij voor vlakte rivieren die altijd wordt gebeld als er eerst hulp is waar mensen onder de puin liggen. Hoe belangrijk zijn honden voor politiewerk? Ik denk heel belangrijk, overal waar wedstrijden zijn, agressie zou ik zeggen. Een hond schrikt altijd af tegenover het volk. Oké. Okay. En ik loop even voor jullie langs. Jij bent, je hebt het mooiste pak aan van allemaal. Hoe is dat om zo'n pak aan te hebben om te lopen? Het lijkt altijd heel intimiderend, maar is het dat ook? Helemaal niet. Het is helemaal niet intimiderend. Het is gewoon een hobby en ja. Sommige gekken moeten er zijn, hè? Ja, zo is dat. En blijkbaar sta ik er dus langs eentje vandaag. Hè? Met hulphonden. Hulphonden mag je aanraken. Hoe zit het met deze honden? Nou, over het algemeen kunnen mensen onze honden ook gewoon aanraken. We hebben hele sociale honden en de politie en de beveiligingsdiensten willen ook sociale honden hebben. Dat is niet zo. Ja, voor jullie is dat heel normaal, hè? Maar leg eens uit voor ons waarom het zo belangrijk is dat die honden ook heel sociaal zijn. Nou, onze honden, als ze afgericht zijn, worden ze ook regelmatig verkocht aan de politie en aan de beveiligingsdiensten. En die willen zelf ook een sociale hond hebben, dat ze niet iedereen zomaar aanvallen, ook in de thuissituatie bijvoorbeeld. Dat ze dus ook heel goed weten wanneer dat het een situatie is van nu moet ik wel in actie komen. Hoe weten ze dat verschil? Ze zien aan de houding van de helper, van de pakman zoals jullie die dan noemen, dat er een dreigende situatie is en dan bijten ze in als het moet. Want je ziet nu, ze zit een halve meter van de pakman af en ze ziet hem amper staan en dadelijk zullen zien dat hij flink inbijt. Nou is natuurlijk, als er incidenten zijn, dan lopen er niet mannen met pakken die voor haar dan heel duidelijk zichtbaar zijn van ho, daar is iets mis mee. Wat is dat dan in een houding dat dan een hond dat herkent? Of moet hij juist een commando krijgen? Het zou kunnen dat er een commando nodig is. En anders wordt de hond op een hele korte afstand ingezet. Dus wordt de hond op de persoon ingezet waar het bij nodig is die heel moeilijk doet bijvoorbeeld. Oké, okay. Jullie gaan nu een demonstratie geven. Wij gaan kijken. Ik zou zeggen, succes ermee. Ja, ik blijf toch een beetje naar jou kijken. Nou, Bram ligt, die is wel heel alert op jou, hè, zie ik. Hè? Volle aandacht voor zijn baas en de rest doet er eigenlijk niet toe, hè? Nee, soms niet. Appel noemen we dat.
Soms ook wel, moet je zeggen. Soms ook wel. Soms moet je zijn aandacht verleggen op de boef natuurlijk, hè, op de helper. Er zijn 3 voorwerpen weggelegd en de hond gaat ze nu zoeken. De hond blaft van blijdschap. En deze hond is speciaal getraind ook om mensen onder het puin uit te kunnen halen. Het is toch wel heel intimiderend hoor, als zo'n hond op je afkomt gestruind. Kijk, daar gaat Bram. Ik hoorde net dat die man het niet intimiderend vond, maar als je het zo ziet, dan ben ik blij dat ik hem s'avonds op straat zo niet tegenkom. Wat blijft het echt zo wat hij daar doet, hè? Kijk dan. Halt, politie! Halt, politie! Wat? Paul, Gerrit, we kunnen wel zeggen dat het echt een hele geslaagde dag is vandaag. Hoe kijken jullie hierop terug? Want jullie zijn er tenslotte al een jaar mee bezig. Hoe ervaren jullie het vandaag? Nou, wij ervaren het zeer positief. Mensen zijn positief, kindjes zijn positief. Dus ja, de eerste keer. We kunnen er alleen maar van leren. We proberen het zo goed mogelijk te doen. Voor iedereen. Natuurlijk zal er altijd wel iets zijn waar je zegt van ja, hadden we dit of hadden we dat. Maar voorlopig zijn we dik tevreden. We hebben het weer mee. Dus alles is enthousiast. En dan, ja, we hopen de volgende keer nog verder uit te breiden. Oké. En voor jou, wat vind jij eigenlijk het leukste tot nu toe aan de hele dag? Ja, de hondenshow van Nette natuurlijk, dat was toch wel het spektakel. En zeker zo'n pakwerker, als zo'n hond in zo'n pak bijt en erop afrent, is en blijft natuurlijk wel een favoriet. Maar voor de rest, alles is gewoon helemaal fantastisch. De verkeersplein, die staat helemaal super. Brandweer met zijn demonstraties. Dus alles bij elkaar is natuurlijk al fantastisch om te zien. Nou, is het week van de veiligheid. Hè? Jullie hebben dit op je genomen om te organiseren. Hoe kom je er dan bij om het dan ook echt zo groot en spectaculair op te zetten? Ja, dat is een hele goeie. We zijn eigenlijk begonnen met gewoon simpel om het even tussen haakjes te zetten. De politie, brandweer en ambulance. Maar op een gegeven moment was het van, joh, maar zullen we dit er ook bij doen? Ja, maar dan komt dat er ook bij. Zullen we dat er ook gelijk bij doen? Dus eigenlijk waren we heel klein begonnen om alleen maar het Meiveld vol te krijgen. Ja, en dat is uiteindelijk een beetje uit de kluit gegroeid. Nou ja, het citycentrum is groot genoeg, toch? Dus er past een heleboel bij, niet? Ja, van het praten kwam het praten. En ja, er waren enthousiasme van mede, ja, mag ik het zeggen, instanties die zeiden van ja, dat willen wij ook, dat willen wij ook. We hebben de mediabus van de politie. Ja, die hebben wij 3/4 jaar van tevoren moeten reserveren. Ja. Die is het hele jaar is die bezet. Dus dat was onze eerste zegening, zouden we zeggen, van ja, die hebben we. Nou, verder konden we alleen maar verder uitbreiden. Rijkswaterstaat, Rode Kruis, die heeft het nu iets moeilijker. Maar ze hebben toch nog een goede bezetting vanwege de vluchtelingen. Dus dat is alleen maar positief. Die heeft alles in het werk gezet.
Ja, en de rest dat haakt gewoon aan. Dus volgend jaar, of de keer dat we het weer organiseren, hebben we zoiets van, dan gaan we meer doen. Maar voorlopig zijn we dik tevreden, het plein staat vol. Verder het centrum, alles is enthousiast, panden ingericht. Lunch en ja, alles verzorgd, koffie, thee, noem het allemaal maar op. Ja, we denken wel dat we een geslaagde dag hebben. En, ja. Maar ik proef eigenlijk in jouw woorden, volgend jaar staan wij weer hier. Dan gaan we kijken of dat lukt, of dat het niet te eentonig gaat worden. Maar we proberen natuurlijk wel ja, een up-to-date houden om te zeggen van ja, 2 jaar. Een terugkerend evenement eigenlijk. Ja, een evenement wil ik niet zeggen. We hebben een 1 en 2 dag. Het is nog geen evenement. Maar we gaan het wel proberen misschien om dan ja, verder uit te breiden als een evenement. Dat we toch kunnen zeggen van ja, we doen het vaker. Is er nog iets wat jullie graag kwijt zouden willen? Zou zeggen, neem de camera, ga er, hè? Doe je zegje. En aan wie zou ik de microfoon geven? Nou, bij deze willen wij eigenlijk ja, iedereen bedanken als vrijwilliger, als belangstellende, om toch op deze dag aanwezig te zijn. Ja, wij zijn er trots op. Ik hoop dat jullie dadelijk ook trots terug kunnen kijken en zeggen van ja, dat was het. Veldhoven, bedankt. Iedereen bij deze, hartelijk dank. Habil, het evenement is in het citycentrum. Jij bent wijkagent van onder andere het citycentrum. Hoe is dat dat het hier georganiseerd wordt? Nou, wij hebben een aantal maanden geleden tijdens een KVO-overleg, dat is een keurmerk veilig ondernemen, geopperd. 1-1-2 dag is door Gerrit gedaan. En we dachten in eerste instantie heel kleinschalig. En gaandeweg is er een aantal zaken bijgekomen. En je ziet vandaag een hele plein vol met mensen. En ik denk dat het wel geslaagd is. Ja. Zo'n dag. De burgemeester had er vanmorgen ook al over, hè? Dat dus ook mensen zelf op moeten letten. Dat we het niet alleen aan jullie over moeten laten. Nou merk ik dat jij gewoon ontzettend veel twittert. Waarom doe je dat en merk je daar dan ook heel veel reacties op? Ja, ik kan middels een Twitter mijn informatie kwijt. Ik zie en ik hoor veel dingen en het zou jammer zijn als het alleen maar bij mij blijft. En als ik door het middel van Twitter een aantal mensen mee kan benaderen en mijn informatie kwijt kan, dan vind ik prima. Ik gebruik hem ja, toch wel 95% om mijn informatie kwijt te kunnen aan het publiek. En je krijgt ook wel reacties terug. Ja, want dan ben je ook zichtbaar, hè? Ja, absoluut. Kijk, politiewerk is niet altijd zichtbaar op straat. Hè? Meer politie op straat en noem maar op. Ja, als je werkt of wat dan ook, ziet u politieagent niet bij u, door de straat lopen. Maar door middel van twitteren kunnen wij toch wel onze werkzaamheden weergeven. Hé, hey, politie is dus daarmee bezig. Politie is nou in het citycentrum aan het controleren. Ik denk dat het zichtbaarder wordt wat je aan het doen bent. Leonie, wat vind je van de 112-dag? Ja, superleuk initiatief. Heel leerzaam en leuk voor de kinderen en voor de volwassenen. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel. Hoe vindt u de 112-dag? Ik vind het een heel mooie organisatie. Daar kunnen de kinderen genieten en ze zien wat er gebeurt met de hulpdiensten. En wat vond je nou het allerleukste tot nu toe? In de politieauto zitten. In de politieauto. Ben je al op de brandweer? Ben je al in de brandweerauto geweest of op de motor? Nee. Ben je op de brandweerauto geweest, Pim? Nou, hij zegt al nee, dus dat zal wel. En u meneer, wat vindt u ervan? Ik vind het een heel mooi initiatief. Leuk idee, vooral voor de kleine kinderen om overal in te mogen. Nu van de dag, hoe heb je de dag ervaren? Leuke dag, ja. Leuke reacties gehad? Ja, leuk. Leuk publiek en mooie hele dag door, dus leuke dag geweest. Okay. Mika, hoe vind je de 112 dag? Leuk. Wat vind je het leukste tot nu toe? De brandweerwagens. Dat vindt mijn broertje ook. Wat vond je nou van deze dag met scouting? Ik vond het wel heel erg leuk. We hebben heel veel loten verkocht en heel veel prijzen. En waarvoor zijn die loten? Dan kun je daar prijzen winnen. En wat vond jij nou het leukste van deze dag? Omdat we zo'n ding hebben gekregen. En waarvan is dat? Van de ambulance. Oké. En wat vind jij nou het leukste van deze hele dag? De ambulance.